wortelboom. Kan je licht geven? Ik moet naar de nonnekes. Ja, daar moet ik ook naartoe. Stap maar in. Goeie vangst. Vrijdag, feestdag. Ja. Jezus kon het er met twee. Een wortelboom. Ik ga je wat tabletten geven. Die komt u morgenochtend even bij me ophalen. Driemaal daags voor de maaltijd innemen. Dokter? Ja? Breng hem even naar de spreekkamer. Geef me even dat kleine bakje. Ja? Ah, daar komt het al. Kom maar. Ja? Heel goed. Heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. Rustig maar, rustig maar. Rustig ademen. Hoe heet u? Dat is Matthäusen, hij werkt aan de brug. En? Hoe gaat het met Annelies? Goed, meneer Pastoor. Geniet je een beetje van het huwelijk, mijn kind? Zeker, meneer Pastoor. Maar Jan heeft het zo druk. Ja, jij ook, merk ik. Ik help de partij een beetje. Zou het niet beter zijn als je daar allemaal een beetje afstand van nam, Annelies? De NSB is niet tegen de kerk. Nee, maar de kerk is wel tegen het fascisme. Dat moet de paus nog horen zeggen. Die heeft Mussolini erkend. En met Hitler heeft hij toch een soort verbond. Ja, maar dat concordaat betekent niet dat hij het met hen eens is. Weet wat het is, vader? U bent gewoon bang zieltjes aan ons te verliezen. Bij de vorige verkiezingen had de NSB hier niks. En toen was Jan er nog niet bij. Moet maar eens zien naar morgen als we feest kunnen vieren. Jan is heel populair. Weet u wat? De NSB tegen de katholieken. Wie het eerst bij de brug is, heeft gewonnen. Goed? Ja. Hé, dat is niet eerlijk.
Wat is Jan populair? Merink. Met Rut. Ik moet je spreken. Zeg het maar. Nee, niet door de telefoon. Ik wil je zien. Rut, we hebben iets afgesproken. We zouden elkaar niet meer zien. Het spijt me. Kom, geen rij staan, jongens. Kom op, mis. Loop maar achter de geit aan. Dan gaan we repeteren. Dat hoeft niet, Hermine. Het is toch nog maar een repetitie. Ja, maar voor meer dan ik als we het doen, dan doen we het goed. Kom maar. Dat is ons roze Marieke. Mag ik even kijken? Dit is mevrouw Meerdink, dokter Oldenzaal. Aangenaam. Dag, Roze Marieke. Het is knap dat ze dit al kan. Het is een nieuwe therapie. Ja, mijn man heeft me daar iets over verteld. Gaat het verder goed met haar? Oh, ze gaat geweldig vooruit. En met? Geen problemen. U moet eens bij ons langskomen. Mijn man en ik zouden dat heel gezellig vinden. Ik weet niet of... Dan komt u bij ons eten. Vanavond? Morgenavond.